Hartelijk welkom, beste kijkers, bij deze uitzending van RTV Scheldemond. Met vanavond een hele bijzondere gast, Marinus van den Berg. Helemaal uit Rotterdam gekomen om vanavond met ons te praten over vragen die ons allemaal bezighouden. Vragen rond de zin van het leven, maar vooral ook van hoe om te gaan met vragen rond verlies, rouw, verdriet. En Marinus is daar specialist in, dus blijft u vooral luisteren, kijken en misschien thuis ook wel meepraten en meedenken. Marinus, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik ben blij dat je helemaal gekomen bent uit Rotterdam inderdaad. We kennen elkaar al een tijdje, dus ik mag jij zeggen. Ja. En je woont in Rotterdam, ja. Maar je komt zeer regelmatig in Zeeuws-Vlaanderen, dus er is een verbinding met hier. Enkele jaar geleden heb ik je in ditzelfde theater, het Ledeltheater in Oostburg, op het podium zien staan voor een zaal met een volle zaal. Ik weet niet hoeveel mensen erin kunnen, maar het was vol. En ik was onder de indruk van jouw verhalen over rouw, verdriet, omgaan met lijden. Kort geleden heb ik je nog gezien, was je in Maldegem ook voor een toespraak. Dus je kent de streek hier. Het is niet verbazingwekkend dat je juist hier bent nu. Je bent pastor, schrijver, veel gevraagd spreker ook. Altijd over zinvragen rond het levenseinde vaak. En dat is waarom we vanavond met jou willen praten. Hoe om te gaan met datgene waar we allemaal mee te maken hebben. Verlies, dood, rouw. Maar voor we dat gaan doen, misschien toch even om een beetje beeld te krijgen van wie jij bent. Voor de mensen die dat niet weten. Want je bent heel bekend. Zie al die boeken die hier staan. Een bekende schrijver ook. Maar voor de mensen die het niet weten, ik zou je even kort iets willen vertellen over wat je in je werkend leven gedaan hebt. Je bent een tijdje met pensioen intussen. Maar... Ja. Nou ja, mijn werkend leven is begonnen in Apeldoorn in een verpleeghuis. En het jaar daarvoor had ik een jaar gestudeerd in Amerika bij Harry Nouwen. Oh ja. En daar ben ik eigenlijk op het spoor gezet van lijden aan een verlies, omgaan met verlies. En wat verlies teweeg brengt. Ja. En een lezing die iemand daar gaf, deed mij herinneren aan toen ik 12 jaar was. Want toen ging ik uit huis. Ik kom uit een heel groot katholiek gezin met 14 kinderen. Ja. Ja, die waren er toen nog allemaal niet. Hè. Ik was de oudste. Zo, maar ik had in de eerste periode, thuis studeren ging niet. Maar ik ging naar een internaat en ik had ontzettende heimwee. Maar daar had je het niet over. Dat woord kende ik ook helemaal niet. Ik kreeg wel buikpijn na 3 maanden. En toen kwam ik in het ziekenhuis bij hele aardige zusters in Delden. Een klein ziekenhuis. Kreeg ik heel lekker te eten en werd verwend. En de buikpijn verdween en de dokter vond niks. Maar ik mocht wel 3 dagen eerder op vakantie. En naar huis toe. En maar toen wist ik nog niet dat het eigenlijk rouw was. Ik rouwde eigenlijk om het kwijtraken, het verliezen van het hele kleine dorp waar ik vandaan kwam, Boerharen bij Weijen. Ja. Dat rouw was, dat het rouw reacties kon geven. Dat die zich ook fysiek kunnen uiten, rouw kun je voelen aan het lichaam. Dat wist ik niet. Daar kwam ik achter. Mooi dat je dat zegt, dat rouw niet alleen gaat over dood, maar ook voor zulke dingen afscheid ontheemd zijn. Ja, dat is eigenlijk een heel kort. Rouw is eigenlijk een reactie op een verlies. Ja. En naarmate dat verlies dieper in je zit of meer met jouw leven te maken heeft, is dat heftig. Ja. Maar verhuizen, ik denk dat veel mensen op het ogenblik heel erg in de rouw zijn, omdat ze enorm veel zekerheden kwijt zijn. Ja. Blijf nog even bij jouw biografie. Dan heb je daarna ook veel in verpleeghuizen gewerkt en zo. Hè? En ik heb daarna, in Amerika heb ik afgestudeerd op rouw. Ja. Daar begon ik het te begrijpen waar het om ging. En toen ben ik 8 jaar in Apeldoorn geweest. Daar maakte ik bijvoorbeeld kennis. Het is nu lang geleden met, laten we zeggen, mensen die leden aan dementie. En hun familieleden. Wij waren het eerste huis die een familiegroep startte. Zo. Voor familieleden van wie een partner, of een vader of een moeder in het verpleeghuis was. En ik kon met mijn kennis zien dat die mensen in de rouw waren. Ja. En dus ook hun gedrag veel beter begrijpen. Ik heb daar geleerd dat er geen lastige familieleden zijn. Maar ik heb geleerd dat er familieleden zijn met een enorme last.
En met enorm veel pijn. Dat is een mooie iemand omkering. Zo anders, ja. Omkeringen. En dat hielp in het omgaan met elkaar. Dat heb ik 8 jaar gedaan. Toen ben ik naar Almelo gegaan. Daar was een heel groot project rondom verliezend streepje verwerken. Het moest een soort bewustwordingsproject zijn. En daar ben ik ook wel met allerlei andere deelgebieden in aanraking gekomen. Als ik het zo noemen mag. Met name nabestaanden van zelfdoding. Ja. Daar was vroeger niks voor. De RIA's deden er niks aan. En ik ben erg in contact gekomen met de Vereniging Ouders met een Overleden Kind. En die ken ik ook al 40 jaar lang. Ja. En ik kwam ook in aanraking met mensen die rouwden rondom scheiding. Daar heb ik wat minder zelfervaring mee opgedaan. Maar er ontstond wel een verbreding. Dat rouw over veel meer gaat dan alleen sterven door de dood. Ja. Dus en toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Ja. Ja. En intussen heb je heel veel boeken geschreven. Heb je heel veel toespraken gehouden, overal mensen begeleid, groepen begeleid. Je bent nu denk ik 1 jaar of 8 met pensioen. Ja, ongeveer. Ja. Merk je dat ook? Is er verstilling of kan je niet stilzitten? Ja, dat is wel. Maar dat is een beetje moeilijk te peilen, want de coronatijd is daar ook nog tussendoor gekomen. Oh ja. In die coronatijd heb ik trouwens 2,5 jaar lang mensen die uit coma kwamen begeleid en die naar een revalidatiecentrum kwamen. Zo. En dat was voor mij daarom een hele interessante ervaring. Want de meeste mensen die ik sprak in het hospice waar ik werkte, die waren gericht op sterven. Maar deze mensen waren helemaal niet gericht op sterven, die zaten wel midden in het leven. Ja. En ik heb dus ook de vreugde gezien van het weer het terugvinden van het leven. Dat was voor mij een behoorlijk nieuwe ervaring. Ja. En dat, soms zag je dat in een week tijd, met een week, zag je dat gebeuren. Ja. Er is heel veel over te zeggen. Ik heb er een paar boekjes over geschreven. Ja. En die staat niet in dit boekje. Maar... Nee, maar in dit boekje staat wel iets anders wat ik wil laten zien. Want je hebt het nu over de vreugde van het leven. Je hebt hier heb je een heel mooi tekstje over levenskunst. Ja. En jij definieert levenskunst als het vermogen om elke dag te leven. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie omschrijving. Ja, ik hoorde dat die Franse schrijver Charles Aznavour, die 100 jaar geleden geboren werd, die had het over elke ochtend met nieuwsgierigheid wakker worden. Ja, en dat lukt je nog steeds? Ja, ik heb nog wel wat gaat deze dag weer brengen. Ja. Hey, maar zoals al blijkt uit wat je net vertelt, je hebt natuurlijk honderden, duizenden mensen begeleid in processen van verliezen. En ik denk waar ik zo benieuwd naar ben, en ik denk vele mensen met mij, als jij nou vanuit je ervaring spreekt, wat is er nou essentieel voor goed omgaan met de dood? Wat is essentieel voor een goed rouwproces? Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat ligt aan wiens perspectief je naar vraagt. Als ik kijk vanuit het perspectief van de hulpverlener of van de naaste, dan zou ik zeggen, het eerste perspectief is luisteren. Dat is het allerbelangrijkste, zodat iemand kan vertellen hoe het voor haar of voor hem voelt, hoe het is. En dat kan dus betekenen dat het luisteren allereerst luisteren is naar stilte. Luisteren is naar onmacht. Luisteren is naar er geen raad meer weten. Soms zie je ook dat je heel lang moet luisteren naar, laten we zeggen, vooral de technische kanten. De kuren die er zijn, de gevolgen van de kuren. Het besef, ik ga sterven, komt soms pas op het allerlaatste moment. Ja. En je moet ook heel erg beseffen, er is maar één weg. En dat is jouw weg. Het is altijd, altijd anders. En als je soms zegt in een gesprek, ik kan het mij voorstellen, is niet waar. Het is eigenlijk een beetje een belediging. Je kunt het niet voorstellen. Ja. Het is altijd anders. Ja. Als je kijkt vanuit het perspectief van degene die gaat sterven. Ja, ik moet vanwege de tijd een kort antwoord geven. Maar je kunt daar niet bij komen als je niet het perspectief van de levensloop kent. Als je niet weet wie was je vader, wie was je moeder, waar ben je geboren, uit wat voor een gezin kom je, ben je van voor de oorlog, heb je de oorlog meegemaakt. Ja. Nou ja, zo kan ik 98 feiten opnoemen die allemaal invloed hebben op wie je wordt, op wie je niet wordt, wat vervuld wordt, wat niet vervuld wordt, wat er onvoltooid blijft. En met die hele, al die verhalen ben je op weg naar het einde toe. En is het belangrijk dat die verhalen klinken tegen het einde? Ja, in ieder geval is het belangrijk dat ze kunnen klinken, dat er ruimte voor is. En dat er ook dingen gezegd kunnen worden die niet gezegd kunnen worden.
Ik heb vaak gesproken met mensen die dingen in de kampen hebben meegemaakt. En die dat nooit hadden verteld tegen de familie. Maar eindelijk was er ruimte om het tegen een vreemde. Ik ben natuurlijk toch een vreemde. Ja. Die probeert veilig te zijn. Dat te vertellen. Ja. Het moet niet. Er moet helemaal niks. Als iemand niet kan praten, dan kan die niet praten. Soms heb ik wel eens tegen iemand gezegd, ik zie helemaal aan u dat het te moeilijk is om te zeggen. Ja. Woorden kunnen ook wonden openen. Ja. En dan moet je soms ook iets toedekken. Dan moet het toegedekt worden. En dan luister je naar de stilte. En dan luister ik naar de stilte en ik kijk. Kijken is ook een vorm van luisteren. Zeker. Want je ziet soms heel erg aan de ogen, aan het gezicht, aan de handen. Zie je het. En dat bedoel ik. Mooi wat je zegt, dat het belangrijk is dat dat toch unfinished business, onuitgesproken zaken, eventueel nog, als dat kan, aan de orde komen. Ja. Hier in de streek natuurlijk komen nu bijvoorbeeld vaak de verhalen over wat mensen in de watersnood hebben meegemaakt. Ja, precies. Over aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Ja, die verhalen beginnen juist nu te komen. Heeft ook te maken met het feit dat natuurlijk het maatschappelijk klimaat daaromheen veranderd is. Het heeft ook te maken met het feit dat wij veel meer erkennen dat in het heden het verleden is. Terwijl wij vroeger heel erg hebben geleerd, ik leerde dat ook thuis, achterom kijken, moet je niet doen, vooruit kijken. Ja. Wat geweest is, is geweest. Wat west is de west, zeggen ze in Twente. Ja. Dat was eigenlijk de heersende moraal. Ja. Dus als je daar probeerde bovenuit te stijgen, dan weet je dus, ja, de pas afgesneden daarin. En nu mag het meer. Ja. Nu mag het meer. Ja, dat... En er zijn soms mensen heel onverwachts tevoorschijn komen, waarvan het heel belangrijk is dat die hun verhaal vertellen. Ja. Zoals wat mij onlangs ook getroffen is, dat wist ik ook bijvoorbeeld niet zo. Mensen die ondergedoken hebben. Daar werd na de oorlog heel ambivalent tegen aangekeken. Waren dat nou mensen die aan de verkeerde kant hadden gestaan? Waren dat mensen die laf waren? Ja. En dat speelt nu een rol, want hoe kijken wij naar die Oekraïense jongens die hier zijn? En waarvan sommigen nu hardop op de televisie zeggen, die hoorde je niet, want die moeten daar vechten. Ja. Weet wat je zegt, hoe ingewikkeld het is. Ja. En nog even terug naar dat rouwproces. Als je dan iemand verloren hebt, een dierbare nabestaande. Hoe lang heb je voordat het over moet zijn? Het gaat nooit over. Het gaat nooit over. Dat zeg ik met name altijd tegen ouders van een overleden kind, zeg ik dat, maar ik zeg het altijd. Het gaat nooit over. Je kunt wel je anders ertoe gaan verhouden. Het gaat nooit over. Het blijft een litteken. Soms voel je die heel heftig, soms voel je niet. Maar het blijft. Ja. En waarom is dat zo? Ik moest een tijdje geleden spreken voor ouders die nabestaanden zijn van geweldsslachtoffers. Ja. En toen heb ik daar gezegd, het was een bijzondere bijeenkomst met de minister erbij. Waarom is dat zo? Is het omdat de liefde eeuwig is. En toen gebeurde er iets heel merkwaardigs in die zaal met 100 mensen. Die begonnen heel hard te applaudisseren. Zo. En toen dacht ik, ja, waarvoor applaudisseren ze nog? Die applaudisseren volgens mij niet voor mij. Maar ik had het vrij snel door. Ik dacht, zij applaudisseren voor het feit dat hardop gezegd wordt. De minister was erbij. Hardop gezegd wordt in de samenleving. Het is voor eeuwig, omdat het uit de liefde is. Ja. Überhaupt dat het woord liefde in zo'n setting mag vallen, is al bijzonder in onze samenleving. Dat is wel bijzonder, ja. 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 Zonder dat het meteen weer gekleurd wordt en weet ik allemaal veel. Ja, heel mooi. Ja. 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 Maar ik moet tegelijkertijd ook zeggen, want ik heb natuurlijk heel vaak gezien dat er in het leven van mensen sprake is van klap op klap. Klap op klap. Ja. En vooral als je meer levensloop inzichten krijgt, dan ben ik ook wel onder de indruk van de veerkracht. Ja. Van de veerkracht. Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. En ze kunnen ook meer dan anderen denken. Ja. Ja. En we moeten hun dus zo snel mogelijk niet in de rol van slachtoffer verplaatsen, maar in de rol van leraar. Zij leren ons. Ja. Wat is het geheim, dat vraag ik me vaak af, waardoor sommige mensen die veerkracht wel opbrengen of ontwikkelen en anderen niet? Ja, maar hoe kom je bij die veerkracht in jezelf? Ja, daarvoor moet je heel precies kijken naar de ziel, zou ik altijd willen zeggen. Hè? Ja. Dan moet je eens aan iemand gaan vragen, maar ja, dat vraagt meerdere sessies. Maar als er bij jullie thuis vroeger iets niet leuk was, of als het konijn dood ging,
of als je niet meer uit voetballen mocht. Ja. Hoe ging dat? Ja. Want daar worden al dingen aangeleerd van de terugkruipen, ja, bevriezen, zou je kunnen zeggen. Ja. En er worden dingen aangeleerd als van, oh, dat neem ik niet. Ja. Opkomen voor jezelf. Ja. En had je ouders of broers of zussen die je daarin stimuleerden? Of moest je je voortdurend aanpassen? Ja. Wat ik ook wel eens denk, ik hoor heel vaak mensen zeggen, waarom overkomt mij dit? Ik heb wel eens het gevoel dat je daarmee ook niet verder komt eigenlijk. Nee, maar de waarom-vraag moet wel gesteld worden, want het is een pijnvraag. Ik zeg tegen mensen die zeggen, waarom moet ons dat overkomen? Ik was onlangs betrokken bij een vreselijk ongeval met een jongen van 18 jaar. Hè, in een heel dom bedrijfsongeval. Nu recent? Nu recent, een paar weken geleden, heb ik natuurlijk alsmaar die vraag gehoord. Waarom? Het was een hele aardige jongen, En ik zei, ja, waarom? Wat een pijn, zei ik dan. Wat een pijn. Dus ja, ik ging niet in op die vraag. De waarom-vraag is een emotionele vraag. Ja. Maar als in dat soort omstandigheden van de rouw dat geuit wordt, komt het uit het... uit het binnenste, dan heb je zeer, dan ben je bent verbijsterd. De waarom-vraag zit vol met verbijstering. Ja. Het enige wat ik dan te doen heb, is dat ondersteunen, zeggen ja. Soms is vloeken en bidden bijna hetzelfde. Hè? Dus je gaat meer in op de emotie die eronder zit dan op de waarom. Ja, het gaat om de emotie. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje vloeken in de kerk soms, als ik het zeg, maar vloeken en bidden zit soms heel dicht bij elkaar. Ja. Soms is het bidden. Soms het bidden, het is niet God beledigen, maar het is... Nou, je toch over God begint, speelt ook in dat hele... De moeite die we hebben met verlies en dood, speelt daar misschien ook in mee dat we geen algemene antwoorden meer hebben of perspectieven in onze cultuur? Ja, dat is wel mogelijk, maar weet je wat ik ook wel eens denk? Die antwoorden die we allemaal hadden, die werkten toch ook niet? Nee. Die werkte toch ook niet. Mijn tante verloor 2 kinderen. En de pastoor zei, ik kom u feliciteren, want u hebt al 2 engelen in hemel. Ja. Dat werkte toch niet. Ja. Er zijn nu nog zoveel mensen boos om dit soort antwoorden. Ja. Nee, dat heeft helemaal niet gewerkt. Dat denken wij. Ja. Wij dachten dat dat een antwoord was. Ja. Is niet zo. Ja. Ja. Hey, we hebben het nu een beetje algemeen over allerlei mensen en situaties van rouw. Ik durf het aan om even wat persoonlijker te worden. Ja, ja. Ik weet dat jij ook worstelt met, of te maken hebt met verlies van gezondheid. Ja. Hoe is dat nou voor jezelf om daarmee geconfronteerd te worden? Ja, nou, in november is het drie jaar geleden. In het begin was ik meer bezig met de kuren en zo. Pas begin van dit jaar had ik meer het besef, ik heb een chronische aandoening, prostaatkanker. Ik moet medicijnen slikken voor de rest van mijn leven. Ik ga niet beter worden daarin. Ja. Dat vond ik wel, was ik wel verdrietig, merk ik ook. En denk ik, ja. En wat ik het meest pijnlijk vond, was wel het besef van die en die los te moeten laten, niet meer te kunnen groeten. Dat deed mij wel heel erg veel zeer. En tegelijkertijd dacht ik, nou, ik doe wat op mijn weg komt. En dat probeer ik allemaal nog zo goed mogelijk te doen. En dat doe ik ook tot op de dag van vandaag. He, maar soms ben ik wel bang voor dingen. Bijvoorbeeld, ik woon bijvoorbeeld alleen. Ja. Ik ben wel bang dat er ineens iets komt en dat ik gevonden word. Ja. Of dat ik niemand kan waarschuwen. Ja. Of dat je een hersenbloeding krijgt. Ja, ik heb natuurlijk vele manieren van oud zijn gezien die ik niet op mijn wensenlijstje heb staan. En hoe ga je dan met die angst om? Ik laat dat even toe. Ik ben daar wel verdrietig van. En dan weer zeg ik tegen mezelf, het komt zoals het komt. Ja. Want ik laat me er niet door beheersen. Dat was die levenskunst, hè? Het vermogen elke dag te leven. Ja, het komt zoals het komt. Ja. En ik heb ook heel vaak wel gezien dat de dingen altijd weer net anders gaan dan je gedacht had. En dat het dan ook wel weer meeviel. Ja, dat is waar. Zoals verwacht loopt alles anders. Ja, zoals verwacht loopt alles anders. Ja, dat is helemaal waar, ja. Ja, nou, we hadden het net over die algemene vragen. En of het ook meespeelt dat er geen algemeen geldende antwoorden meer zijn waar mensen houden vast aan hebben. Een van jouw teksten eindigt met, dat ga ik even opzoeken. Het gaat over dat je wandelt veel, hè? Ja.
Ja, dat is een van jouw therapeutische bezigheden volgens mij. Elke dag wandelen. Ja. Dit gaat over wandelen. En dat eindelijk, als het eindigt met de laatste coupletten. Je staat aan de haven. Zo vaart een leven voorbij naar een nieuwe haven. Eens naar de laatste haven. Uiteindelijk gaat ieder zijn eigen weg. En laat alles en iedereen achter. En dan komen die twee prachtige woordjes. Adieu. Dan ga ik je toch vragen, ik weet dat je ook pastor bent. Ja. Wat betekent adieu voor jou? Heeft dat iets met het levenseinde te maken? Ja. Ik zou je zeggen dat ik dat niet precies weet. God is voor mij een groot mysterie. Ik praat eigenlijk heel weinig over God. Omdat ik denk, waar praat ik dan eigenlijk over? Ik kan het niet vatten. Maar diep in mij is er wel een adieu. Ik zal wel gezien worden. Geeft het je ergens houvast of draagkracht, dit besef? Ja, het geeft mij wel het besef dat er een open deur is. Nou ja. De dood is geen einde, maar een open deur. Een open deur, ja. Dat vind ik een prachtig slot van dit gesprek. Ja. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Heel graag, dank je wel. Bedankt voor je open antwoorden. En ik wil tegen de kijkers nog even zeggen, als al deze vragen u ook bezighouden, google eens even naar Marinus van den Berg. En dan vindt u bijvoorbeeld al deze prachtige boeken die hij geschreven heeft, die je misschien helpen met de vragen waar u nu zelf mee worstelt. Bedankt voor het kijken. En jij?